together to celebrate the season of love. Hello everybody, welcome by this live stream of United 7. The last two live streams were all about waking up, waking up, waking up. Where are the Christians, the true believers that depend on God and depend on the word of God and take the word of God as the only truth? Amen. Well, tonight we are going to go a little bit deeper into a subject of the process of a Christian that God is taking you through. So if you give your life to Jesus, we are maybe not ready to go directly into ministry, so we have to go through a process, and Steve is going to explain about that, and he's going to use a wonderful example. It is the example of the growth of tulips. Yes, tulips are giving a wonderful example of the process that we all go through as a Christian. But first, let's go into worship, and after worship, we will listen to Steve, and then after that, I come back to you.
les chaînes de peur, les chaînes de frustration, les chaînes émotionnelles que tu m'as brisées encore. Merci Père, parce que tu as permis que nous puissions être libres. Nous sommes libres. Dis à ton voisin, je suis libre. Dis à ton voisin, je suis libre. Je suis libre. Oh, cause you move mountains, you cause walls to fall with your power. You perform miracles. There is nothing, sing with me please, that's impossible. And I'm standing here. Welcome, everybody. Welkom allemaal. Another encouraging word. Opnieuw weer een bemoedigend woord. Of truth and life. Van de waarheid en het leven. Coming at you. Dat je naar je toe komt. Special thanks to United 7 for helping us. Een bijzondere dank aan United 7 die ons helpt. If you have a moment when this message is done. En als deze boodschap die ik heb klaar is en je een moment hebt. Go look up United 7. Zoek dan even They United have 7 op. Hundreds and hundreds of great videos. Ze hebben honderden geweldige video's. That will strengthen your inner man. Dat je innerlijke zal versterken. Heidi Baker, Bill Johnson, Over Heidi Jay Baker, Bill Johnson, Jay So many great speakers there. Zoveel geweldige sprekers die hun spreken uitgezonden worden. If you're interested in getting some meat. En als je geïnteresseerd bent om wat vlees te while hebben. While you are in lockdown. Terwijl je in deze lockdown verkeert. May I suggest you turn off Netflix. Dan stel ik je voor om Netflix af te sluiten. Which only promotes sex and drugs. Dat alleen maar seks en drugs en violence. Dat soort zaken promoot. En geweld. And turn on United 7. En stel af op United 7. And fill yourself with the truth of his holy word. En vul jezelf met de waarheid van zijn heilige woord. All right, turn with me to John chapter 15. Als je samen met mij wil overstaan in Johannes. So John chapter 15 verse 1. Johannes hoofdstuk 15 vers 1. This, I love this portion of scripture. En ik hou van dit vers gedeelte. John 13, 14, 15, 16, 17. Johannes 13, 14, 15, 16, 17. So verse 1. Vers 1. Jesus is saying, I am the true vine. Dat Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. And my father is a vine dresser. En mijn vader is de wijngaardhouder. Every branch in me does not bear fruit, he takes away. Elke rank die in mij geen vrucht maakt, neemt hij weg. And every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat hij zijn meer vrucht draagt. So here Jesus is giving an example of what his father's like. En hier geeft Jezus een voorbeeld van wat zijn vader doet. He calls him a vine dresser. Hij noemt hem een wijngaardenier. He's a gardener. Hij is een tuinman als het ware. And the Bible's filled with examples of gardening, sowing and reaping. En de Bijbel zit vol met gelijkenissen van zaaien en oosten en het land bewerken. And for me it's very special. En voor mij is het heel speciaal. I live on a tulip farm. Want ik woon en leef bij een tulpenboerderij. In Lelystad. In Lelystad. I myself am not a farmer. Ik ben zelf geen boer. A farmer rents the land, rents the barns, rents the tractor.
tractors. Maar een boer huurt het land en de schuren en de tractoren om daar te plaatsen. In case you don't know, our country, the Netherlands. En als je het nog niet weet, maar ons land, Nederland. That we export, only export. Dat wij alleen exporteren. Over 3 billion tulips every year. 3 biljoen tulpen elk jaar weer. And next to my house from my windows. En naast mijn huis, ik kan vanuit mijn raam dat zien. I literally see millions of tulips. Zie ik miljoenen tulpen op het land. Yellow, geel, red, rood, purple, paars, white, wit. Beautiful. Geweldig mooi. The aroma is intoxicating. En de geur daarvan, dat is, ja, dat overweldigt je. The air is sweet. En de lucht daaromheen is zoetig. And it's thick with the aroma of the tulips. En het is zo gevuld met de aroma van al die tulpen. And it's so beautiful. En het is zo geweldig mooi. And it only lasts for about a week or 2 weeks. En het blijft slechts één of twee weken blijft het daar bloeien. And so my wife and I and my family, we take as much time as possible just viewing the tulips. En mijn vrouw en ik en ons gezin, we nemen zoveel mogelijk als het komt tijd om naar die tulpen te kijken. But I want to tell you about the life of a tulip. Maar ik wil je iets vertellen aangaande het leven van een tulp. Because it very much is the type of process that we go through. Want het is een heel mooi beeld van het type van het proces. Waar wij als mens doorheen gaan. With the Lord when he calls us into his holy service. Met de Heer wanneer hij ons roept in zijn bediening. Now I want you to say I am in God's holy service. En ik wil zeggen ik ben in Gods heilige dienst. You have to say I'm an ambassador for Christ. En dat je zegt van ik ben de ambassadeur van Christus. I have been called. Ik ben geroepen. I have been chosen. Ik ben uitgekozen. I have been anointed. Ik ben gezalfd geworden. And I have been appointed. En ik ben als het ware geplaatst geworden. Halleluja. And now, so many of you, I want to ask you this question. En velen van jullie, ik wil jullie deze vraag stellen. How many of you have an idea what you're called to do? Hoeveel van jullie hebben een idee waartoe je geroepen bent? Like I know I'm called to be a revivalist, a preacher, an evangelist. Ik weet dat waar ik geroepen. Ik ben geroepen om een opwekker te zijn, een evangelist te zijn. I'm in business. I'm a businessman. I start and sell companies. Ik doe zaken. Ik ben ook een zakenman. Ik heb een aantal bedrijven gesticht. And so most of us have an idea what we're here to do. En meeste van ons hebben wel op een of andere manier een idee waarom we hier zijn en wat we moeten doen. And it's interesting with the Lord. Het is interessant met de Heer. That he will send his prophets to speak to us. Dat hij zijn profeten zendt om tot ons te spreken. Right? You get saved. You get this idea. Hey, I have a feeling that I'm called. Je bent gered en je hebt een bepaald idee in je van, hey, ik ben geroepen om. I have the gift of prophecy. I'm called to prophesy. Ik heb de gave van profetie. Ik ben geroepen om te profeteren. I have the gift of healing. I'm called to heal people. Ik heb de gave van genezen om mensen te genezen. I have the gift of evangelism. I'm called to evangelize. Ik heb de gave van evangelist zijn om te evangeliseren. I have the gift of encouragement. I'm called to encourage. Ik heb de gave van bemoedigen om anderen te bemoedigen. And God wants to use you to do great things. En God heeft je geroepen om geweldige dingen te doen. In fact, Jesus says you're going to do greater things than I did. En in feite heeft Jezus gezegd, je zult grotere geweldige. How many of us believe that? En hoeveel van jullie geloven dat? And how many of us having this vision? En hoeveel van ons hebben deze visie? Like you guys know, I came to the Netherlands because the Lord visited me and gave me a vision of a revival, an awakening in the Netherlands. En jullie weten, ik ben naar Nederland gekomen omdat God me een visie heeft geweest, een visie vanwege een opwekking in Nederland. It's in Europe, but he showed me the Netherlands specifically. Het is wel zo ook in Europa, maar God heeft me specifiek Nederland laten zien. And when I first got here, I thought, yes! En toen ik voor het eerst hier kwam, dacht ik van, ja! It's gonna happen now! Het gaat nu gebeuren. And here we are, 12 years later. En hier staan we dan, 12 jaar later. And now I'm saying for sure, it's now happening. En nu zeg ik maar even, gebeurt nu, het gaat nu. But man, that process during that 12 years waiting for that promise. Maar in dat proces van 12 jaar lang wachten voordat het gaat gebeuren. A revival, an awakening to happen in the Netherlands. Van een opwekken en een ontwaken dat het plaatsvindt hier in Nederland. How many of you know I doubted it sometimes? Hoeveel van jullie weten dat ik het wel eens aan getwijfeld heb of het dan wel gaat gebeuren? The truth be told, 2 years ago my house and I was on my way back to America. En om je waarheid, 2 jaar geleden heb ik mijn huis verkocht en ik was eigenlijk weer op weg om terug te gaan naar Amerika. I said to the Lord, en ik zei tegen de Heer, I said, Lord, you sent me here for revival. All I'm doing is business. En de Heer heeft me hier voor opwekking gezonden en alles wat ik doe is zaken. And they're all American customers. I'm going back to America. En ik heb allemaal Amerikaanse klanten. Ik ga weer terug naar Amerika. I sold my house. Ik heb mijn huis verkocht. And then the Lord visited me. En toen bezocht de Heer mij. We were renting a farm, trying to find a house in America. En we hebben een boerderij gehuurd om weer een huis te kunnen zoeken in Amerika. He visited me on the farm. You know this. En hij bezocht mij op de boerderij. I mean, he visited the whole farm.
En hij bezocht he came and sat on the farm. Bam. Het kwam alsof hij kwam en hij zat op de boerderij. He just went a little bit longer. En nu bleef hij een tijdje langer. And shortly after that, there was an outpouring that happened, and we started meeting on my farm in a barn. En hij zei, blijf nog even. En er gebeurde een uitstorting van zijn geest op onze boerderij. In the middle of nowhere. In the middle of nowhere. And God was just doing amazing things. En God deed geweldige dingen opnieuw. And now 2 years later, I'm finally ready to say. En nu 2 jaar later kan ik uiteindelijk zeggen that we are on the precipice of a great move of God. Dat we als het ware aan de moment staan van een geweldige opwekking. Like in a week from now. like that soon. Een week hierna. Zo dichtbij is het. But that process. Maar dat proces. That was a difficult process for me. Dat was voor mij een moeilijk proces persoonlijk. There's a lot, you know, when I first came to the Netherlands, I thought I had died to my flesh. En toen ik voor het eerst in Nederland kwam, dacht ik van, ik ben gestorven aan mijn vlees. I thought I was humble. En ik dacht dat ik nederig was. And I was a servant. En dat ik een dienaar was van hem. But I was so far from it. Maar ik was daar zo ver weg vandaan. So what does this have to do with tulips? Maar wat heeft dat nou te maken met tulpen? Let me tell you the story of a tulip. En laat me eens het verhaal vertellen van een tulp. Jesus says, "My father is the vine dresser. He's the gardener." We hebben gelezen dat Jezus heeft gezegd, mijn vader is de wijngaardenier. I'm gonna switch him out with the farmer. En ik wil dat even overschakelen dat hij een boer is. So, on my farm, the farmer comes. Dus op mijn boerderij, dat de boer komt. And he looks to and fro. Hij kijkt overal. Right, there's a scripture in the Bible that says God is looking to and fro throughout the whole earth. In de Bijbel staat van God keek over de gehele aarde. So the farmer is looking to and fro at all the tulip bulbs. En de boer kijkt over al die tulpen op zijn land. They're all called to be tulips. En ze zijn allemaal geroepen om tulpen te zijn. But only a few are chosen. Maar slechts een paar zijn uitgekozen. Right, so there's like 10 million tulip bulbs. Of zo'n 10 miljoen tulpenbollen. But only 1 million are chosen. Maar slechts 1 miljoen daarvan zijn gekozen. Many are called to be tulips. Velen zijn geroepen om tulpen te zijn. But only a few are chosen. Maar slechts een paar zijn uitgekozen. You can imagine the farmer, the tulip. Is he gonna pick me? It's now the time. Dat die tulpenbollen zeggen, hey, kies die mij uit, With great excitement, the farmer grabs the tulip bulb with his hand. Met een groot, grijpt de boer de tulip met zijn handen. And says, this one is ready to become a tulip. Deze is klaar om een tulip te worden. And this tulip inside of it. En de tulp daar binnen in die bol has every gift, heeft elke gave, it has everything it needs, en heeft alles in zich wat het nodig heeft to become a full tulip, om een volledige tulp te kunnen worden. The only thing it lacks, het enige wat er nog aan ontbreekt, are two things, zijn twee zaken. It needs the sun, het heeft de zon nodig. Or we would say the sun, S-O-N, the son of God. Of de zoon, S-O-N. And it needs water. En het heeft water nodig. We know it as the Holy Spirit. En we weten dat dat het beeld van de Heilige Geest is. So the tulip bulb is excited. The Lord has chosen me. The farmer's chosen me. Dus de tulpenbol is enthousiast. Hey, de boer heeft mij uitgekozen. Hij heeft mij uitgekozen. And he's planting me in the field. En hij plant mij nu in het land. So that I can grow up and be this great tulip. Omdat ik op kan groeien en deze geweldige tulp kan like worden. He's called me to be. En dan wat hij mij toe geroepen heeft om dat te zijn. And the farmer looks for the perfect place to plant the tulip bulb. En de boer kijkt naar de beste plek om de tulpenbol daar te planten. And he plants that tulip really deep. En hij plant die tulp behoorlijk diep. At least 12 inches. I don't know what that is in centimeters. Zeker een 16 centimeter, 15 centimeter. Something like that. In de grond. He plants it deep. And he plants it at the end of the fall. En hij plant het aan het eind van de herfst. And you know here in the Netherlands what the fall is like. En u weet hoe hier in Nederland hoe de herfst is. It is wet. Het is nat. And it is cold. En het is koud. And it is windy. En het is winderig. And you can imagine this tulip bulb saying, "Are you sure?" En je kunt je voor dat die tulip bulb zegt van, "Bent je er zeker van?" You want to plant me now? Dat u me nu wilt gaan planten? You know, the tulip wants nice warm ground, nice warm weather. Weet je, de tulip wil mooi, warm weer, warme grond hebben. Hij wil dat makkelijk hebben. But the farmer knows, maar de boer weet that the tulip has to go through a process. Dat de tulp door een proces heen moet gaan. While it's buried in the ground, terwijl het in de grond begraven is, covered in darkness, bedekt met duisternis, hidden from the world, bedekt en weg van de wereld, the winter comes. Dan komt de winter. The ground freezes over. De grond vriest. And you can imagine that the tulip now, the bulb is saying,
Well, I'm never going to be a tulip now. The ground is frozen. En je kunt zich voorstellen dat de tulip bij zichzelf zegt: nu word ik nooit een tulip, want de grond is bevroren. The farmer's forgotten me. How is he going to find me? Does he even know where I am? En de boer is me totaal vergeten. Hij kan me niet meer vinden, want hij weet toch niet waar ik ben. I was perfectly fine in the barn, nice and warm, next to all my friends. En ik voelde me geweldig daar in de schuur met al mijn vrienden. With my family, fellowshipping. Met mijn familie, fellowship hebben met elkaar. And now I want to be called a tulip, so he picked me up and put me in the ground. En hij wilde hebben dat ik een tulp genoemd zou zijn. Hij heeft me al gepakt en in de grond gestopt. I should have just died in the barn. Ik had beter in de schuur kunnen sterven. But it's during this process, during the winter months. Maar het is juist gedurende het proces in die wintermaanden that the tulip, dat de tulp starts relying on the truth, begint afhankelijk te worden van de waarheid. The truth about who it is. De waarheid te ontdekken van wie hij in feite is. And after the farmer forcing it to be isolated. En toen de boer hem gedwongen heeft om iets geïsoleerd te leven. And hidden. En verborgen te zijn. And in darkness. En in duisternis te verkeren. In cold. En in koude. Alone. En alleen te zijn. And the farmer didn't forget about the tulip, but the tulip thinks he's forgotten about it. De boer is iets vergeten dat de tulip daar is, maar de tulip denkt dat hij dat wel heeft. En op dit punt. That the tulip is forced. Dat de tulip gedwongen wordt. To start growing roots. Om wortel te gaan schieten. And it grows down deep. En de wortel schiet diep de grond in. And then it goes wide. En dan gaan de wortels wijd uit. And it creates a great strong root structure. En het creëert een geweldig sterke wortelstructuur als het ware in de grond. And then at around March. En dan rondom maart. Winter breaks. Is de winter voorbij. Spring is coming. En het voorjaar breekt aan. It's a new season. Het is een nieuw seizoen. Right, the tulip may have wanted to come out in September. Maybe you want to come out in December. I'm coming out! I'm out of here! En de tulip had misschien al in september of in december eruit willen komen en zeggen: hey, ik kom er nieuw uit. But the farmer knows. Maar de boer weet. It's not the right season. Het is niet het juiste seizoen om dat te doen. There is a season for everything. Er is een seizoen voor alle dingen. Ecclesiastes 3:1. There's a time and season for everything. In Klaagliedjes is dat er is een seizoen voor alles. And so the farmer in his wisdom plants that bulb that is ready at the right time. Dus de boer in al zijn wijsheid heeft de tulp op de juiste tijd van het seizoen geplant. And it goes into a process where it has to trust. En het gaat door een proces heen waarin het moet gaan vertrouwen over de waarheid van wie hij is. It has to have faith that the farmer knows what he's doing. Het moet geloof hebben dat de farmer weet wat hij doet. It has to have faith that the farmer has not forgotten about it. Het moet geloof hebben dat de boer hem niet vergeten is. Spring comes and the sun starts shining on it. Het voorjaar breekt aan en de zon begint te schijnen. And right about this time the rains. En rondom deze tijd begint het ook weer te regenen. And the tulip is filled with the water. En de tulp wordt gevuld met het regenwater. Vol met de Heilige Geest. He is reaching out toward the sun. En hij strekt zich uit naar de zon. Of God. Naar de Zoon van God. And is sucking up all the water. En hij neemt al het water in zich op. Or the Spirit. En dat is de Heilige Geest. And it's at that moment. En op dat moment. Of focusing on the sun. Van zich te focussen op de zon of de zon. After going through this process of darkness and trusting. Naar door dit proces heen gegaan zijn van vertrouwen en geloven. Filling itself up with water. En zichzelf gevuld te hebben met water. That with great power it breaks straight through the ground. En met grote kracht breekt het door de grond boven zich heen. Sometimes that ground isn't soft. En soms is die grond helemaal niet zo zacht. You gotta imagine the winter came, the rains came. Kun je je voorstellen? De winter kwam, de regen kwam. And I live in the polder. En ik leef in de polder. So it packs that dirt. It packs it down. It's just a cake of mud. Dus de grond solid. Zakt nog verder in. Het is echt een solide stuk grond geworden boven die tulp. I mean, it's hard to grow grass where I live. Weet je, het is zelfs moeilijk om gras te laten groeien daar waar ik tulips. Leef. En laat staan tulpen. But this tulip, full of the sun, full of the water, bursts up in a green shoot. Maar deze tulp, vol naar de zon uitstrekken en vol van de heiligheid door water gevuld te zijn, breekt door. And then. En dan. In April. In april. At the right time. Op het juiste tijdmoment. At the perfect time. Op de perfecte tijd. I mean, the conditions are perfect. De condities zijn perfect daarvoor. The temperature. De temperatuur is juist. The sun. De zon schijnt. The water, het water is the daar soil, aanwezig.
De aarde is goed. And suddenly. En plotseling. I'm talking like within a day. En ik spreek dan over binnen een dag. Flowers start blooming. Begint de tulp als het ware open te barsten. And for 2 weeks. En 2 weken lang. We get to view all its glory and splendor. Kunnen we al zijn glorie en geweldigheid en schoonheid aanschouwen. It produces this fragrance. En het produceert als het ware die geur. I keep thinking of the fragrance of Christ. En ik denk dan aan de geur van Christus. The colors. De kleuren. They're overwhelming. Die zijn overweldigend. And these tulips bring joy to people. En deze tulpen brengen ook vreugde aan they de mensen. They make them feel good. Die make people happy. Die doen de mensen zich goed laten voelen en blij maakt het de mensen. They change the atmosphere in houses. Ze veranderen de atmosfeer in een huis waar ze geplaatst Wherever worden. You bring tulips, it changes the atmosphere of the house. Waar je ook tulpen heen brengt, het brengt verandering in de atmosfeer van it het huis. It brings this fragrance, this aroma. Het brengt die geur, die aroma daarvan. It brings joy. Het brengt vreugde happiness. Voor. En blijdschap. And we as Christians, en wij als christenen, often just long for that. We focus on that 2 week period, that calling. En wij focussen op die 2 weken, die roeping van de tulp. Like the tulip did. Zoals de tulp dat ook gedaan heeft. En het gedaan heeft. And after those 2 weeks, en na die 2 weken, the tulip realizes, beseft de tulp, my assignment's done. Mijn opdracht is klaar. I've done what I was supposed to do. Ik heb gedaan datgene waar ik toe gemaakt ben om te doen. But the farmer, maar de boer, doesn't take the bulb out. Neemt de tulpenbol er niet uit. He doesn't take the plant out. Hij neemt de tulpenbol er niet uit. Instead, he takes all the petals off. In plaats daarvan neemt hij al die tulpenbloemen weg. The very thing the tulip was focusing on doing and achieving. En juist hetgeen waar de tulp zich op gefocust heeft om te doen en tevoorschijn te laten brengen. The farmer in his wisdom takes all those petals off. De boer in al zijn wijsheid neemt al die tulpenbloemen weg. Can you imagine? Kunt u zich voorstellen? Can you imagine? Kunt u zich voorstellen? The thing you've been focused, the calling, the thing you wanted to achieve suddenly. Dat hetgeen waartoe je verlangd hebt. The vine dresser. Ervaart wat je geroepen bent om te doen. Literally, it's like this. En dat de wijngaarder die neemt. We read in John 15 that the vine dresser cuts the branches. En dat in Johannes 6 dat de wijngaardenier. It's literally like this. Het afsnoeit. It's literally like this. Letterlijk is het als dit. God sees how amazing you're doing. God doet hoe geweldig je het doet. Wow, 30,000 salvations. Hey, 30,000 healings. Genezingen. You serve the poor. Wonderen. Je hebt de armen gediend. You're loyal to your wife. Je bent loyaal en trouw aan je vrouw, en kinderen. And then he goes like this. En dan doet hij dit. Shh. And he says it's good. En hij zegt, het is goed. What happens to the tulip is the tulip then goes inside. En wat er dan gebeurt is dat de tulp als het ware zich weer terugkeert. And it focuses all its energy. En het focust al zijn energie. Taking all that experience that it's had. En al de ervaring die heeft meegemaakt. Being picked. Being put into the ground. Uitgekozen zijn, in de grond geplaatst te zijn geworden. Being hidden. En verborgen te zijn geweest. Developing its root system and believing the truth. En zijn wortel als het ware laten ontwikkelen en de waarheid te kennen. And finally manifesting its glory. En uiteindelijk zijn glorie manifesteert door de bloem. All that information and it pours it into. En al die informatie brengt het weer terug als het ware. New bulbs. Nieuwe tulpenbollen. It literally starts duplicating itself. Letterlijk begint het zichzelf weer te vermenigvuldigen. Discipling. Discipelschap. Discipelen. The Bible says Jesus was the first of many. De Bijbel zegt dat Jezus de eerste was van velen. He was the first. Hij was de eerste. We are now the many. En wij zijn nu de velen. There are supposed to be many Jesuses walking the earth right now. Er zouden eigenlijk vele Jezusen rondom op de aarde moeten rondlopen. It's so sad that I don't see that. En het is zo verdrietig dat ik dat niet zie gebeuren. Zo verdrietig. So this tulip bulb pours all its energy and it creates 5 new tulips. Dus deze tulpenbol denkt al zijn energie weer terug en creëert weer 5 tulpenbollen. The farmer comes. En de boer die komt opnieuw. He picks up that tulip. Hij neemt die tulp weer op uit de grond. And the 5 new tulips. En de 5 nieuwe tulpen die daar omheen zijn. And he puts them back in the barn. En hij plaatst ze weer terug in de schuur. And the next season. En het volgende seizoen. He looks around. Kijkt hij weer rond. For that choice tulip bulb. Om de tulpenbollen weer uit te kiezen. And he plants die hij nodig again. En hij plant ze weer opnieuw.
And friends, this is the cycle of our calling with God. En lieve mensen, dit is als het ware de cyclus van de roeping die God voor ons heeft. That if you are called of God, I want to tell you. Dat wanneer je geroepen bent door God, dan wil ik tegen je zeggen. That although you may feel like you are in darkness. Dat alhoewel je misschien ervaart dat je in die duisternis verkeert. That you are covered up. Dat je bedekt bent geworden. That you are hidden. Dat je verborgen bent geworden. You may even think God has forgotten about you. Dat je misschien denkt dat God je helemaal vergeten is, zoals ik dat gedaan heb. I've thought that. Ik heb dat ook gedacht van mezelf. He's forgotten about me. Ik heb gedacht van, hij is me vergeten. You may even doubt if you will ever become that thing that God and the prophets have spoken to you. Misschien heb je getwijfeld dat het ooit wat de profeten of dat God over je gesproken ooit keer uit zal komen. But friends, I want to encourage you. Maar vrienden, ik wil jullie bemoedigen. If you sit in that dirt. Als je in die modder zit. If you sit in the place God has planted you. Als je zit op de plek waar God je geplant heeft. And you focus on creating a root system. En je focus je om een wortel te schieten. You have to believe the truth. Dan moet je in de waarheid geloven. And you focus on the sun. En dat je moet focussen op de zon and of de zoon. And you suck up the water, the Holy Spirit. Dat je het water in je opneemt of de Heilige Geest. At the right time. Op het juiste tijd. In the perfect season. In het perfect seizoen. You will come up. Zul je tevoorschijn and komen. You will manifest and become. En zul je manifesteren en worden. All that God has promised you to be. Alles wat God beloofd heeft dat je zult zijn. Be encouraged, brothers and sisters. Wees bemoedigd, broeders en zusters. Although we may be in lockdown and covered up. Alhoewel we misschien in een lockdown zitten en bedekt zijn geworden. I am telling you that we are in a season. Wil ik tegen jullie zeggen dat we in een seizoen zijn. Where we will all be focusing on the sun and the Holy Spirit. Waar we ons allemaal aan het focussen zijn op de Zoon en de Heilige Geest. And in this season that's coming up right now. En in dit seizoen wat nu aanstaande is. You're going to see a lot of people come up. Zie je heel veel mensen zien opkomen. And start manifesting. En beginnen te manifesteren. The glory they were created for. De glorie waartoe zij door God geschapen zijn. Just like that tulip bulb. Net zoals die tulpenbol. Numbers 23. En Numeri 23. God is not a man that he should lie. God is niet een mens omdat hij zou kunnen liegen. If he said it, then it's so. Als hij dat gezegd heeft, dan is het ook zo. It means if I'm wearing a black shirt. En dat wil zeggen dat als ik een zwart shirt draag. And he says it's a white shirt. En hij tegen me zegt, nee, het is een wit shirt. The moment he said it's white, it turns white. In het moment dat hij zegt het is wit, wordt het ook wit. If the Lord has called you. En als de Heer jou geroepen he has chosen you, heeft. En hij je uitgekozen heeft. Know this. Weet dit. There is a time. Er is een tijd. And a season. En een seizoen. For your revealing. Voordat je tevoorschijn komt. In the meantime, en in die tussentijd, dig deep roots. Schiet je wortels diep in de grond in. Focus on the sun. Focus je op de zon of de zoon. And fill yourself with water. En vul jezelf opnieuw met water of de Heilige Geest. Lord, I pray for the people watching this right now. Vader, ik bid voor de mensen die dit nu op dit moment aan het kijken, aan het zien zijn. Those who are doubting and struggling. Juist degenen die twijfelen en worstelen. When is the breakthrough coming? When is the breakthrough coming? Wanneer komt die doorbraak? Wanneer komt die doorbraak? I declare and decree your breakthrough comes at the right time and the right season. En ik verklaar en proclameer dat je doorbraak zal komen op de juiste tijd en het juiste seizoen. And I'm here to declare that season is right now. En ik ben hier en nu om te proclameren dat het seizoen nu en juist nu it's is. Not 3 months from now. Het is niet 3 maanden hierna, it is now. Maar het is nu. And the Lord is waiting for you. En de Heer wacht op je. To break through that ground. Om door die grond heen te laten breken. And be all that he's called you to be. En alles te gaan zijn waar hij je toe geroepen heeft. God bless you and we're going to see it in the next message. God zegen jullie en we gaan naar de volgende boodschap kijken. Keep an eye out. We're going to have a live awakening party. En wees geïnformeerd. We gaan een live uitzending houden. Like physically, we're gonna have people. We gaan een fysieke samenkomst ook houden waar mensen komen. I want to rent like the biggest hall I can and just get everybody together and ask the Holy Spirit to come. En ik wil de grootste hal die er mogelijk is om te huren, omdat iedereen kan uitnodigen om te komen. And we're gonna dance and party and rejoice as if Christ is coming back right now. En feest vieren als waar al dat Christus nu op dat moment terugkeert. God bless you. God zegen u allen. In Jesus' name. In Jezus' naam. Thank you so much for watching and thank you Steve for this amazing teaching, this parable about the tulips and the Christians who are going through a process. And you know, for me it was an eye-opener and I hope also for you at home.
that your eyes are opened about what God is doing with your life, in your life. That we have to go through a process before God can launch us into our ministry and into our destiny. So it was amazing to hear this teaching. I love it. And tomorrow evening we will be back with another teaching. And this time we will go a little bit into the spiritual world. We were praying about the strongholds that is holding back the church for walking in His power and walking in His in the authority that God has placed them in. So God showed us 6 strongholds that is on the church to keep the church away from their destiny and away from their purpose. Tomorrow evening, 8 p.m. Central European Summer Time, I hope you will watch again. It will be really an eye-opener. And I'm sure that when you are listening to it, that you are thinking by yourself, oh yes, I knew something was holding me back, and now I know what it is. And if we know what it is, we can get rid of it, and then we can go into what God wants us to go into. Amen, as a church or also as an individual Christian. Well, I hope to see you back tomorrow. Let's finish with a wonderful worship song, and then we end this wonderful live stream. God bless. And I'm standing here only because you made. Yes, I'm standing right here only because you made. Bona Jesu. Standing here.
You.